Hey Marcel, ik heb laatst ontdekt dat wanneer je de H in Watch van een YouTube-link afhaalt, je dan naar een video van YouTube-account 666 wordt gestuurd. Marcel hier van Ramen Waar. 2 dagen geleden upload ik een video en daaronder kreeg ik nogal wat interessante reacties. Mensen zeiden dat ik de H moest verwijderen in de YouTube-link, want dan zou ik een enorm rare video krijgen. Natuurlijk deed ik dat meteen. En tot mijn verbazing kreeg ik ook echt een hele vreemde video te zien. Vreemd genoeg werkt het ook als je de C weghaalt, of de C en de H omdraait. Voordat ik ga uitleggen hoe mensen dit kunnen doen, wil ik ingaan op de video zelf. Een lange, lange tijd geleden bestond er namelijk een YouTube-kanaal genaamd 666. Dit kanaal had een van de eerste urban legends over YouTube zelf. Zo'n 4 jaar geleden heb ik over dit onderwerp al een keer een video gemaakt. Ik zal de link in de omschrijving zetten. Het komt erop neer dat je iemand kanaal 666 ziet opzoeken op YouTube. De internetpagina verandert langzaam in iets verschrikkelijks en neemt uiteindelijk je hele pc over. Het kanaal en de video waar je naartoe wordt gelinkt vertonen ontzettend veel overeenkomsten met dit vervloekte 666-kanaal. Er gingen geruchten rond dat gebruiker 666 vervloekt was en dat iedereen die op het kanaal terecht zou komen, per ongeluk of niet, ook vervloekt zal worden. Kan het zo zijn dat wanneer je watch verkeerd spelt, je per ongeluk op dit deel van het internet terecht kan komen? Het deel wat je eigenlijk niet mag zien? Wat blijkt? Helaas niet. De persoon achter deze video's heeft wel een hele slimme truc toegepast om iedereen op zijn video te krijgen. Want hoe werkt het nou precies? Ik wilde dit gaan uitzoeken, maar wat bleek? Het internet was er al bovenop gesprongen. Zelfs Markiplier had de video laten zien in een livestream. En vanaf toen ging het hard. Iemand heeft het volgende gedaan. Hij of zij heeft een aantal kanalen gemaakt met de naam WATH, WATC en WATHC. Vervolgens laat hij al deze kanalen doorlinken naar deze ene video. Want wat blijkt? Wanneer je watch aanpast in welke YouTube link dan ook, dan denkt YouTube dat je naar een kanaal wilt met die naam. Het werkt blijkbaar zo dat alles achter watch niet belangrijk is wanneer het verkeerd gespeld is. YouTube brengt je dan gewoon netjes naar het kanaal met dezelfde naam. Mensen zijn er wel achter gekomen wie er nou eigenlijk verantwoordelijk is voor dit kanaal. Het blijkt te gaan om een YouTuber genaamd Uliomo. Deze heeft 1 jaar eerder al iets soortgelijks uitgehaald, maar dan een stuk onschuldiger. Ik wilde deze korte video net uploaden, toen ik erachter kwam dat de link alweer aangepast is. De video's van het kanaal 666 zijn niet meer terug te vinden. In plaats daarvan linkt het nu naar dit kanaal. En dit kanaal heeft nog geen video's. Maar hij promoot wel een Discord genaamd 666. Deze Discord-server heeft inmiddels al bijna 30.000 mensen en lijkt vrij rap te groeien na alle aandacht die de eerste vreemde video heeft gekregen. Ik heb zelf de server voor een goede 5 minuten gejoined, tot er meteen vreselijke dingen werden gezegd door random mensen en ik daarna maar heb besloten deze meteen weer te verlaten. Er lijkt verder geen gedachte of iets sinisters achter te zitten. Het was waarschijnlijk iemand die op een trollende manier een stukje obscure internetgeschiedenis weer tot leven wilde brengen. Het is bij mij in ieder geval gelukt, want ik vind het fantastisch om weer herinnerd te worden aan die oude video's en mysteries die vroeger mijn interesse gewekt hadden om deze content te gaan maken. Ik zal voor jullie de Discord server en het kanaal wel in de gaten houden, mocht er nog iets gebeuren. Als er een update is, zijn jullie de eerste die het horen. Bedankt voor het kijken naar deze korte video en tot de volgende keer. En dan nu de shoutouts naar mijn betaalde leden. Edward Kerkhoff, Julian, Lord Dark Raya, Demon Gamer HD, Milo Danka, Bazooka Beaver, Trucker Corné Buitelaar, Gerrit Schaapman, Lonely Teaspoon, Irahi, Lucifer Morningstar, Seth en Jay Risty, Steven Johnson, Florian Bruinenberg, Cash Crash, Most Wanted Worldwide, Amelie, Elpis Galaxy, Nicky de Wilde, Taro, Isfool, Nova Frederik, Melvin Gijze, Lila VD, Levi Kalier, Melissa Prins, Ferry Overdijk, Lil Demon, Apple Pie 59, Tabo Meerkat, DJ Fuzzy 1984 Elfux, Billy,
Mouse93, Marcus, Lasse, Vicky Kessels, Tyrese, PB Blakemobiel, My Friend, Eli Pippelers, Ricardo en Anita van Gennep, Rick Elgersma, Thijs Heikens, Leon Unite NL, Sam, Demon Nugget, Ricardo Bosma, Sander Games, Wessel, Lepio, Game Monster NL, Ishara07, Elise Discohand en Benjamin VDL78. Wil je zelf ook een betaald lid worden? Druk dan op deze knop. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.